Komt ie aan hoor, Robert Jaarsen. 180 km per uur. Boys. Wat een end, hé. Ja nou. Of niet? Er is hier een winterfeest en natuurlijk, ik ben er ook bij. En over winter gesproken, het weer wordt de komende dagen ook winters. Dus een tip voor alle automobilisten. Denk om die winterbanden, want het kan af en toe flink glad worden. En dan zijn ze toch heel belangrijk. Vanavond en vannacht af en toe regen, lichte regen. De temperatuur daalt tot tussen de 0 en de... Jezus! Nou ja, het is hier wel veel sneeuw, maar ook prachtig mooi ijs. Wat zeg je ervan, Harry? Het geert om? Het geert om? Nou, dat weet ik nog niet. Ik heb ook al gehoord dat er ergens nog helemaal op de route nog helemaal geen ijs ligt. Dus, maar goed, zei woensdag komen ze weer bij elkaar, niet? Ja. En nou ja, dan zal het het uitsluitsel wel komen, denk ik. En als het nog flink blijft vriezen, dan zal het niet door in, dus dan zal het wel ongeen, denk ik. Hè? Maar ga je zo ook schaatsen? Nee, ik heb hem wel twee keer geschaatst in mijn vroegere leven, in 85 en 86, maar ik ben nooit lid. Oh ja, dat weet ik nog wel. Ja. Toen kwamen we elkaar nog tegen. Oh ja, toen was jij er is of zo. Ja. Dan dus zat jij nog met twee van die... Ja, maar ja, klopt. Ja, je was de jongste deelnemer. Ja, klopt. Ja. Maar ik heb hem wel gehaald. Heel uniek was dat. Ja. Ja. Weet ik nog. Dus, maar wel goede berichten dus. Ja, wel goede berichten, ja. Nou, prima. Nou, bedankt. Ja. Jullie ook. Heel veel succes. Ja. Waar komen jullie nu vandaan trouwens? Wat een techniek, die jongen, hij. Ja, mooi, hè? Zie hem gaan. Sprintje. Ik kom even naar bak! Hé! Ga even zandstraat, jongen, hij. Oh! Zit ik jou ook weer filmen, hier dan? Ja, hij op dit. Dan. Jij wilt acteur worden, toch? Oh ja, is ook zo, ja. Oh, oh! Waar heet ie? Doet ie gewoon hoor. Goed werk hè. Jongens, het is heel simpel. Ik doe eigenlijk helemaal niks. Ik doe echt helemaal niks. Het is pure techniek. Nou jongens. Wat een landschap, niet? Ja, ja, Piet Paulus maar. Mooi jongens, dit is een middelzeeroute. Daar gaan we niet heen. We gaan rechtdoor naar de Zwet. We hebben zo langs een rand al 50 km achterwege. Dus we gaan lekker terug naar Zeik. En dan gaan we zo meteen even een lekker koekje sopie benutten. Tot zo meteen. Ja.
gaat hij. Nieuwe veld. Gaat mooi. Ik hem net voorbij. Je hebt al de kruising geweest nou. Waar de stad in de benen. Dat maak ik er maar voor. We gaan ervoor. 120 kilometer in de benen. Alleen deur zetten, Robert. Komt helemaal goed. Waar gaan we nou precies heen, Ivan? We hebben het net al een beetje uitgelegd. Ja, we hebben het pakken net gehad. Nu gaan we richting Amsterdam. Dit is België mee pakken. Over Duitsland te terug. Oké. Nou, prima. Nog even een tripje richting de Wijzerzee. Nou, kijk, wij zijn vorig jaar naar Duitsland geschaard, weet ik nog wel, met z'n tweeën. Dus we kunnen nog wel een stukje extra mee pikken. Ja, maar we moeten sowieso nog even langs, komt daar niemand in Duitsland. Ja. En wat is dat precies? Leg dat eens uit, wat is dat? Komt daar niemand? Ja. Jongen, dat is die schaatsen. Ja, maar dat weet niet iedereen. Nee, maar dat is een Duitse schaap. Ja. Nee, klopt, is mijn nicht, dus ik kan wel even voor je regelen. Ja, die heeft toen nog wel les aan gegeven. Ja. Toen ik niet was. Want toen kon zij het zelf ook nog niet heel goed, of wel? Ja, nee. Zo te zien in jouw techniek. Oh, Robert. Ik kan heel goed de sliding inzetten, dus pas maar op. Oké. Ik zal even achter, hier komt de schaatser aan. Middag. Die is natuurlijk net begonnen. Ja, dat zie je wel. Hij heeft nog geen zweet na, dus... Hij heeft nog geen zweet na, dus... Nee. Hij heeft nog wel een beetje kruis nog. Ja. Nou, wat zeg je hier? Wij schaatsen even 10 kilometer door en dan zijn we weer terug bij u. Even koek en sopie. Even koek en sopie. Zien we zo weer. Oké. Hoi. En Frank de Boer. Frank de Boer. De trainer van Ajax, hè? Die ken je wel toch? Ja? Met ingang van nu ontslag gekregen. En hij gaat bij de NS aan het werk, maar hij heeft wel verstand van slechte wissels. Moppen ja, met Terry. De dag zit er weer op, Robert. Ja. Hoe is het? Nou, super. Wel, mak je niet? Zou je? Mak je toch? Ja, dat wel. Alleen wel inspannend hoor. Hoeveel kilometer is erop zitten? We hebben er nou even zien. Leeuwarden, Heerenveen, Drachten. Nou, we gaan maar uit van een kleine 200 kilometer. Dus. Dikke mik, vanmorgen om 8 uur vertrokken. Nou, het is nu 5 uur trouwens. Dus. De zon komt alweer op. De hele nacht doorgeschaatst. Ja, dus wij hebben hier in die put hebben wij even geslapen, zeg maar, vannacht. Of geslapen. Even 5 minuten, we hebben eigenlijk helemaal niet geslapen. Maar het ging helemaal goed. Dus, hoe vond je het in Duitsland? Ja, het was ook super. Goed ijs, hè? Ja, het was beter ijs dan hier. Maar goed, daar heeft het ook meer gevroren. Het vriest daar op momenteel min 80. Dus De helft van 63 was er niks bij. Nee, de helft van 63 was er echt helemaal niks bij. Het is daar nu echt de helft van 2012. Ja. Dus komt binnenkort trouwens ook een film uit. Dus het was helemaal super. En wat vind jij ervan? Ja, mooi dagje. Zeker. Ja. Mooi wat zien van de omgeving. Ja. Alleen jammer dat we ons paspoort moesten laten zien toen we Oekraïne in wouden. Ja, dat klopt, dat die hadden we niet mee. Nee. Ja, nou, het was echt... Iets voor de volgende keer. Ja, het was echt kut, maar goed. Het was niet de laatste dag vandaag, dus we gaan er deze week weer dik tegenaan. Dus komt helemaal goed. Is maar één bakje snet. Nou, is maar één koekje soapje, hè? Dat hebben we ook nog niet gehad vandaag. Nee, dat moet ook nog even. Dus komt helemaal goed.